Kut. Nou. Alleen op de pintraad. Hij heeft nu veel aan. Ja. En wij hebben dat niet. Als je dat niet rent hebt, dan raakt dat dan. Ja. Ja, dan kun je de lijn van tandartsen en zo. Ja, en de vrouwen voor nagels aan te zetten en zo. Kijk, maar dan blijft hij gewoon op zijn plek. Dan draait hij niet meer om de steel. En dan kun je gewoon. Dan lijmen ze dat op en dan moet je hem toezetten. Dan kun je dat juist hetzelfde. Vecht je dat wel aan? Nee, dat gewoon zachtjes erom. Ja, gewoon zachtjes. Kun je ook binnen? Wie zou het er? Nee, het is er anders. En dan kun je ervoor kiezen om lang of kort eraan te laten. Ik ga komen. Ik doe meestal. Heeft hij vastgelakt op zijn. Nee, nee. Want je mag er met een gewone wachtetje doen, want anders ga je het op. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dan is het. Ja. En als je dan hier hapt, dan af. Ja. En dat maar hopen dat hij heel gulzig is en dat hij in één keer Droom, je moet daarop schrijven, niet in de staart bijten. Niet in de staart bijten, ja. Nee, maar door de twee puntjes zeg maar naar elkaar toe te trekken en als een parachute. Ja. En dus gewoon eigenlijk één keer eromheen en als je hem omdraait, dan hoef je de bukbond alleen maar op de bindraad te doen. Want in het begin denk ik ook nog wel eens, ik probeer eens even op het materiaal. En dan gaat het goed, totdat je de lamp erop houdt. En dan, maar dat is met gewone lak is het ook zo. Maar het is heel toevallig, ik denk van elke draai en dan, hè, dan schuift hij elke keer door. Ik denk, ik doe het gewoon eens een keertje als een parachute. En dan veranker je hem in principe al in de haakbocht. En dan, die kun je gewoon onder een bum, zeg maar, en dat merk ik, ja, het is toch anders, hè? Ja. Zo, dat is een betere klikkerij.